Naast de krulpower gebruik ik ook heel graag een olie. Want als je krullen hebt, staan je haarschubben ietsjes open. En met de olie zorgt ervoor dat je schubben weer wat dicht gaan. Waardoor je dus veel meer glans hebt. Ik ben echt heel lang op zoek gegaan naar een goede olie. En ik kwam uit op de wonderolie. Dit is een olie voor haar wat een klein beetje pluist. En als je haar nou echt heel heel pluist, zoals mijn haar, dan zou ik de Ecru olie bestellen. Ik meng de olie heel vaak met de krulpower. Dat is echt een goede tip om te doen. Soms als ik, het ligt een beetje aan het weer, maar soms als mijn haar heel pluizig is, dan doe ik het ook wel eens in nat haar. En op een handdoek droog haar. Het voedt je haar en ja, je haar ziet er veel glanzender uit.